geluidsfilter stellen. Moet dat ding ook ingepakt worden? Ja, alles. Hier. Moeten deze dingen ook weg? Ja. Er zit wel ijzer in. Ja, oké. Dan gaan ze daar vast doen. Hé? Wat is dit nou? Jongens, ook de gemeente moet bezuinigen. En het is uitgerekend dat als we al het ijzer van de speeltoestellen bij elkaar omsmelten, dat we heel gauw dat alle opa's en oma's rollators kunnen krijgen. Ja, slot mijn tijd. Wij pakken hier toch ook jullie werk af? Het is niet anders. Nee, dus wat nou? Ga hier weg. Oké, jongens. Lezen jullie dit bord maar heel goed? Ja. Wij vertrekken. Je mag hier namelijk niet op. Nee. De kinderen zijn het er duidelijk niet mee eens. Dat kan gewoon niet. Moet gewoon naar de directeur. Ja, we moeten zo naar de directeur gaan. Wat is dit? Dit is een speeltoestel. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Alle speeltoestellen gaan weg. Ze zijn helemaal bedekt met rood-wit lint. Dit kan niet. We hebben recht om te spelen. Heel gauw dan moet bezuinigen, dus wij ook. Ik heb 100 euro voor ballen gekregen. En ja, dat is het enige wat we kunnen doen. Dat is een bal! Dan kan je toch niet spelen? Jongens, ik kan er niks aan doen, dus ga maar weg. Dat is belachelijk. Ja, echt. Maar daar trekt de gemeente zich niks van aan. Nou oké, okay, dan gaan we wel naar de Wilhelminaschool. Ja. Okay. Maar volgende week komen we terug. Ja. We moeten wat bedenken, jongens. Ja, om geld te verdienen. Ja, goed. Jongens, we moeten iets bedenken. Demonstreren. Kom, maar dan halen ze... Ja. Wacht, misschien is het een idee om een taxateur te laten komen. Wat is een taxateur? Die kijkt hoeveel iets waard is. Als we dan weten hoeveel het bij elkaar is, dan kunnen we dat proberen op te gaan halen. Ja, dat is de enige manier waarschijnlijk om al onze speeltoestellen te houden. Oké, jongens, actie! Hallo, ik ben de taxateur. Oké, mooi. Ik wil graag weten hoeveel de speeltoestellen waard zijn. Oké. De taxateur bekijkt alle speeltoestellen grondig. Oké, er zit flink wat ijzer in. 2000 euro, denk ik. Dat is best wel veel geld. Alles waar ijzer in zit, wordt beoordeeld. 500 euro. Oké, ik weet het bedrag. Het is in totaal 4.500 euro bij elkaar. Maar misschien is het een goed idee om ons rapport te laten zien aan de oude oma's en opa's. Ja, ze weet toch niet dat ja, toch ook. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een goed idee. Ja. De kinderen melden zich in het bejaardenhuis. Hallo opa! Overkopen ze nog tekeningen. We verzamelen geld in. Willen jullie misschien wat de tekening kopen? Dank u wel. Zullen we hem hier ophangen? Ja, ik hoop dat we veel geld mee verdienen. Ja, dat heb ik ook wel.
Zo. Ja, dat is wel goed. Hop naar de volgende. Ja. Waar kan ik jullie mee van dienst zijn? Wij verkopen schilderijen. En waarvoor? Voor het goede doel. Oké, okay. En is die echt van Lembrand? Ja. Ja. Oké, okay. En hoeveel zijn ze per stuk? Nou, alleen drie voor ze zijn wel heel duur. Alleen 2000 euro per stuk. Maar ja, echte kunst kost natuurlijk al. Kan ik ze alle drie kopen? Eentje voor mijn stadhuis, eentje hier voor mijn kantoor en eentje in mijn huis. Kan dat? Tuurlijk. Ja. Ja, precies genoeg. Dan alsjeblieft. Hey, wat is dit nou? Wat is dit? Wat gebeurt er nou? Waarom zijn ze allemaal aan het spelen? We hebben het net helemaal opgezet. Ja! In de opdracht van de burgemeester moeten we deze schoolplein leeghalen. Nou, dan bellen jullie de burgemeester maar. Okay. Dan doen we dat maar. Burgemeester, de kinderen willen niet meewerken bij de school De Bijenkorf. Komt u zo snel mogelijk. Ik heb de burgemeester gebeld. Hij komt er zo meteen aan. Wat is dit nou? Ik had met de directrice afgesproken dat jullie de speeltoestellen in gingen leveren voor geld. De gemeente moet ook bezuinigen. Ik bied u hier een check aan voor alle relaties in Gouda. 4500 euro in totaal. Oké, dit verandert de zaak. 4500 euro is genoeg voor alle ouderen die een rollator willen. En laat die speeltoestellen ook maar staan. Gaan jullie maar poep scheppen. Hier in Gouden is namelijk geen geld voor poepzuigers. Oh. Nee. Nee, hè? Wij hadden die vies klusjes. We krijgen alle vieze klusjes. Ja.